om Sinterklaas voor te geven. Hij is berucht om zijn voetenwerk, befaamd om zijn messcherpe coördinatie en gevreesd voor zijn sublieme reactievermogen. Otto van Kerk mag dan de 80 gepasseerd zijn, maar hij laat menig jonkie nog altijd alle hoeken van de tennistafel zien. Sterker nog, de oude baas promoveerde onlangs met zijn team naar de eerste klasse. Het is een technische sport, maar ook een reactiesport. En daar kun je, zeker als je ouder wordt, heel veel voordeel van hebben. Kan met Frank het auto rijden, is het belangrijk dat je een goede reactie hebt. Gefeliciteerd, we zijn geprobeerd. Ja, dankjewel. Ik ben trots. Nou, ik zeg wel natuurlijk, het is allemaal goed gegaan en we hebben een heel leuk team. Ja, ik ben toch echt meer dan de helft van de potjes die je speelt. En het is nou, altijd genieten om te kijken hoe de tegenstander zich helemaal stuk slaat op zijn verdediging. Ik ben begonnen op 12 november 1947. Dat is lang geleden. Dat is heel lang geleden, ja. Ja. U speelt met jongere spelers altijd. Ja. Dan zou je denken, nou, niet meer makkelijk voor u. Nee, dat is niet waar natuurlijk. Dat is helemaal niet waar. Ten eerste moet je ook een tactisch inzicht hebben. En het is toch wel gebleken dat zeker 95% van de 100%, bij meer van de 100 spelers, die missen toch tactisch inzicht. En die paar die dan overblijven, die gaan dan door naar de hogere klasse. Otto heeft een hele goede inzet, goede wedstrijdbeleving en een goede focus op het spelletje. Zal niet gauw opgeven of die 7-3 of 7-1 achter zou komen. Dan sluit hij als een slang naar je toe. En zeker tegen onbekende spelers, dat is echt geweldig. Je bent nu 81, hoe lang gaat het nog door? Nou, ik denk het altijd bij 5 tegelijk. Want meer wil ik dan niet vooruit gaan, maar 5, dat vind ik toch wel voorlopig weer een mooie punt om dat te bereiken. Tot zover deze uitzending van Hart van Nederland.